Als we het leiderschap hebben, ben ik in 2003 een heel eenvoudig model van Covey, Stephen R. Covey, tegengekomen. En die had het over leider, manager, coach. In principe de gedachtegang: als leider moet je inspireren, als manager moet je de kaders geven en ook controleren, structureren. En als coach moet je talent ontwikkelen. En de vraag is: welke van deze drie rollen neem jij nou als leidinggevende het meeste of het makkelijkste op? En ik hoor veel leidinggevenden zeggen: oh, ik ben typisch zo'n soort leider. Maar de kunst is, we moeten alle drie doen. En de basis en het centrale punt van dit model van Covey is: hoe creëer je vertrouwen waardoor je leiderschap kan bieden, waardoor je managementstructuren kan bieden, waardoor je kan coachen en ontwikkelen. Het is een heel eenvoudig model, maar het geeft vaak heel veel inzicht in wat doe je nu wel en wat doe je nog niet volledig. En wat hebben jouw mensen nodig? Leider, manager, coach, model van Stephen Covey. Ik zet hem hierna digitaal erbij en dan kan je hem bekijken. Heb je vragen hierover? Bel of mail me. Wil je kijken hoe je dit kan toepassen of meer vragen? Ga naar www.talentmotivatie.nl/vragen.